So I want to talk to you today about the future. And that's why so many are calling for a great reset. I see the need for a great reset. We will have not less, we will have more globalization. In the coming decades, AI and biotechnology will give us God-like ability. Allemaal weer hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Het Gesprek. Op deze website, deze dagen, het zal zijn als in de dagen van Noach, wil ik vandaag in gesprek gaan met Peter Groot. Peter Groot heeft een boek geschreven. Ik zal u laten zien, een behoorlijk dik boek. Het boek heet Dat had je niet gedacht. En als u dat leest, en we gaan het er straks over hebben, dan kom je echt wel op een aantal dingen waarvan je zegt, nou, dat had ik niet gedacht. En op de achterkant van het boek staat wie hij zelf is. Hij is getrouwd, vader van 5 kinderen. Hij werkt als business controller voor een internationaal zakelijke dienstverlener. Hij heeft theologie en filosofie gestudeerd. En doet al jarenlang onderzoek naar de relevantie van de Bijbel ten opzichte van de postmoderne westerse cultuur waarin we leven. Zijn passie is te laten zien dat echt contact tussen God en mensen veel mooier, dieper en interessanter is dan het volgen van een zelfbedacht leven. En Peter heeft ook een eigen website, we zullen het nog wel vermelden onder ons eigen video, en dat is detijdlijn.nl. En dan kan hij zijn bezoekers een kijkje geven in de wereldgeschiedenis door de lens van de Bijbel. Peter, hartelijk welkom in het gesprek. Bedankt. Hoe kom je er zo bij om zo'n boek te schrijven? Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk ongeveer 20 jaar geleden is het zaadje geplant. Toen ik bezig was met mijn studie theologie, toen deed dat stof opwaaien. Je gaat nadenken over van alles en nog wat. Stof opwaaien bij jezelf? Bij mezelf, ja. En ik ben op een gegeven moment aantekeningen bij gaan houden met allerlei ideeën, vragen, quotes, van alles en nog wat ik tegenkwam. En ik begon daar op een gegeven moment een aantal lijnen in te ontdekken. En dat bleef me eigenlijk bezighouden. En na een aantal jaren had ik een aardig stapeltje verzameld. En dacht ik van, eigenlijk wil ik proberen om hier een begrijpelijk verhaal van te maken. In eerste instantie voor mezelf, om eigen gedachten te ordenen. En mogelijk hebben anderen daar ook nog wat aan. Maar ondertussen was het voor mezelf ook een hele ontdekkingstocht. Dus het was niet een kwestie van even uitschrijven van wat ideeën. En daar ben ik eigenlijk jarenlang, bijna dag en nacht, mee bezig geweest. Als het wekkertje ging, dan begonnen de radertjes weer te draaien. Al die 20 jaar, zeg maar. Ja, zo. Ja. Dus ik had altijd overal blaadjes en notitiedingetjes. En dan zat ik in de trein, dan kwam ik weer ergens op en dan harkte ik alles bij elkaar. En ik heb mezelf heel vaak afgevraagd van waarom doe ik dit eigenlijk? Ik heb ook wel een paar keer geprobeerd om te stoppen. Dat ik bijvoorbeeld thuis bezig was met de verbouwing een paar maanden. En dat ik dacht van misschien zakt het wel weg. En dat was niet zo. Dus het was eigenlijk een soort van innerlijke drive die ik had. Die ik zelf heel lang niet begreep, maar die me wel in beweging hield. En gaandeweg is dat verder gaan groeien en gaan rijpen, totdat ik wel tot het idee kwam van, volgens mij is dit iets wat ik op mijn bord heb gekregen, om het even zo te zeggen, van boven, om hier doorheen te worstelen en om dit heel goed te doordenken. Om dat uit te werken in een heel verhaal van A naar B. En dat van A naar B, dat is eigenlijk ook een beetje, ik heb het gelezen, is eigenlijk ook een beetje levensverhaal. Eigenlijk wel. Ik bedoel, je leven komt erin naar voren. De ondertitel is Vriendschap met God in de westerse wereld. Ja. Er zijn momenten geweest in jouw leven dat je dat ook heel lastig vond. Ja, absoluut.
En ik heb mezelf, de dingen waar ik over nagedacht heb en waar ik over geschreven heb, heb ik mezelf ook heel erg aangetrokken. Omdat ik wilde ook dat het echt was. Maar ja, als je dan echt je tanden erin zet, dan... ik heb een heel aantal keer gehad dat ik zelf daar vreselijk in vastliep, omdat het niet lukte. Wat lukte er dan niet? Een van de grote vragen bijvoorbeeld die ik heel lang heb gehad, en in sommige opzichten nog steeds wel een beetje heb, is hoe God betrokken is bij alle volken in de wereld. Je leest in de Bijbel heel veel over Israël en omliggende volken. Maar ja, wat dan met de rest? Is die dan buiten beeld? Is die niet belangrijk? Dat was een van de vragen die heel lang bleef sudderen. En waar ik zag geen eind. Ik zag niet zo van, volgens mij heb ik bijna een oplossing of een antwoord. Dus je moet leven met een heleboel onzekerheid. En soms lukt dat. En soms lukt dat niet. En dan raakte het op een gegeven moment een beetje oververhit. En dan mijn karakter werkte dan niet altijd mee. Dan werd ik een beetje in mezelf of chagrijnig. Of dan merkte ze thuis ook wel van, hij is even niet aanwezig. Ja. Dus dat was ook niet altijd even simpel. Even makkelijk. Zeker niet als je 5 kinderen hebt. Dan moet je af en toe ook wel aanwezig zijn. Ja, absoluut. Nee. En die trek je gelukkig ook gewoon het echte leven in, om het even zo te zeggen. En dat heeft zeker heel erg meegespeeld. En ook de vragen van wat verwacht God van mij? Wat is mijn eigen plek in dit hele verhaal? Dat soort dingen speelden zeker een grote rol, ja. Ja, dus als ik het goed begrijp, zeg je, God heb ik eerst leren kennen zeg maar, als de God van Israël. Die zich bemoeit met Israël en dus ook met de omringende volken. Want ja, daar moesten ze af en toe tegen strijden of vriendschappen mee sluiten of hoe dan ook iets mee doen. Ja. Maar hoe breidt zich zich uit tot deze wereld? Ja. En je zegt, dat is een antwoord wat ik heb gezocht, maar waar ik nog wel eens mee zit. Maar kun je een beetje aangeven hoe je... Wat heeft God uiteindelijk met deze wereld te maken? Ja. Het was eigenlijk nauw verbonden met een tweede vraag. Die heel lang door mijn hoofd gezoomd heeft. En dat is, hoe kan het toch dat er zoveel verschillende ideeën zijn? Ook zoveel verschillende kerken binnen dezelfde kerken. Soms ook fundamentele verschillen. Als God graag in contact wil zijn met ons als mensen. Waarom is het dan soms zo zoeken en puzzelen? En dan ben je al begonnen met kerken. Dan sluit je andere religies uit. Je hebt niet gekeken hoe zit dat nou met islam of hindoeïsme? Dus het ligt voor mij, zeker het lag heel erg in het verlengde van hoe krijg je zelf duidelijkheid en zekerheid over wie God is en dat je daar toch iets van snapt. Sowieso al binnen de context van de christelijke wereld, om het even zo te zeggen. En dan stap 2 is van maar als je dan ook nog verder de wereld in kijkt, dan zijn er nog grotere verschillen en hoe kan dat dan? En ik heb ook heel erg gemerkt dat de westerse cultuur waar we in balans zijn een hele sterk relativistische tendens heeft gekregen. Dat betekent van, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Alles wordt weggerelativeerd. Het wordt weggerelativeerd en je wordt eigenlijk ook bij voorbaat ontmoedigd om goed na te denken. Omdat je toch bij al het idee hebt van uiteindelijk kom ik er niet uit of iedereen heeft zijn eigen ideeën en verder dan dat kom je niet. Dus dat was ook best wel een gevecht. Dat je een soort, dat ondermijnt een beetje je vertrouwen dat het zinvol is om hiermee bezig te zijn en om hierover na te denken. En vandaar dat je ook in dat boek eigenlijk een stukje geschiedenis van de filosofie hebt beschreven. Hè? Ja. Want dat gaat in feite daarover. Dat heeft gemaakt dat we al deze vragen niet meer kunnen beantwoorden. Ja. Filosofie probeert daar een antwoord op te geven. Ja. Vroeger lukte dat dan wel een beetje, schrijf je ook, weet je wel. Zelfs de Griekse wijsgeren, die geloofden nog wel in God of goden. Dat klopt. En in die zin is filosofie best interessant, omdat het
in bepaalde opzichten ook een spreekbuis is van de wereld waarin we leven. En ook een katalysator vormt. Dus het zijn mensen die goed nadenken, soms het een beetje op een stoffige manier verwoorden. Maar ze schreef eigenlijk weer van wat leeft er in een samenleving, wat voor overtuigingen, wat voor ideeën, wat voor vragen leven er. Dus daarom kan het wel reuze interessant zijn om daar een aantal dingen uit te lichten, een aantal ontwikkelingen, een aantal hoogtepunten, of dieptepunten, net hoe je het ziet, in die geschiedenis ook van de westerse filosofie, zeker van de afgelopen 4-5 eeuwen. Waarom juist de afgelopen 4-5 eeuwen? Wat is daar voor belangrijks gebeurd? Nou, op het moment dat je een verhaal gaat vertellen, moet je ergens beginnen. En ik heb gekozen om het verhaal in te steken eigenlijk vanaf de Renaissance. En de Renaissance was in algemene zin een tijd waarin de mensheid in de westerse wereld op zoek ging. Opnieuw op zoek ging. Dat had een aantal aanleidingen waarom dat gebeurde. En dat ging ook samen met de ontdekking van een aantal nieuwe zaken, zoals bepaalde instrumenten die werden uitgevonden. En, even terug, op zoek ging naar? Op zoek ging naar van, wat is waar? Hoe zit de wereld in elkaar? Precies. Klopt het wat de kerk zegt? Kan ik daar zo van uitgaan? Kan ik de traditie waar ik in opgegroeid ben, is dat, kan ik daar mijn voeten stevig op zetten? Of is daar misschien iets mee aan de hand? En dat begin je dan te zien van aan de ene kant is het heel interessant om allerlei nieuwe dingen te ontdekken. En je begint ook al een klein beetje, de start van de moderne wetenschap begint op gang te komen. Telescoop en zo. Telescoop. In bepaalde opzichten gaan je ogen open voor dingen die je misschien eerst nog niet wist en niet zag. Dus dat was interessant, maar tegelijkertijd riep het ook onzekerheid op. Want als blijkt dat bepaalde dingen toch anders zitten, dan ga je jezelf ook afvragen van maar als ik op dit punt misschien verkeerd zat met mijn ideeën, waarom dan ook niet op een ander punt? En wat is eigenlijk mijn houvast om betrouwbare ideeën te krijgen? Kun je daar een voorbeeld van noemen, dit punt en een ander punt? Heeft dat bijvoorbeeld iets met een Copernicaanse omwenteling te maken of dat soort dingen? Van is de aarde het middelpunt van het heelal? Waar gaat het allemaal om? Of, ja. Heeft dat met dat soort vragen te maken? Ja, dat was een hele grote omwenteling inderdaad. Van het hele wereldbeeld, hoe dat in elkaar zit. Maar ook bijvoorbeeld, er kwamen opnieuw oudere documenten tevoorschijn vanuit de oudheid, die werden bekeken. De Bijbel was eigenlijk lange tijd het grote boek geweest en nu kwamen er ineens ook andere oude boeken. Is de Bijbel dan wel een uniek boek? Ja. Of is het gewoon op de plank naast de andere? En dan beginnen je ideeën een beetje te schuiven. En dan ga je op zoek van hoe kom ik dan aan een antwoord? Ja. Dat gebeurde toen in die tijd, maar dat gebeurde ook met jou persoonlijk eigenlijk. Gebeurde in mij persoonlijk ook, ja. Je hebt eigenlijk die hele renaissance zelf ook nageleefd, ja, zeg maar. Eigenlijk, ja, eigenlijk wel, ja. En eigenlijk op het moment dat je onzeker bent, dan ga je op zoek naar een houvast. Dus als ik een praatje moet houden voor een groep en ik ben heel onzeker, dan ga ik proberen misschien een beetje op ergens op te leunen. Of je teder vast te houden. Je houdt iets vast, inderdaad. Of je verschuilt je achter een PowerPoint. Dus je zoekt naar een houvast. En dat gebeurde ook in de westerse wereld, vanaf de renaissance, wat is ons houvast in deze grote zoektocht eigenlijk? Renaissance valt ook een beetje tegelijk met de verlichting, hè? Zeg maar. Ja, het is een beetje een aanloop, zeg maar, daar naartoe geweest. Ja. En in zekere zin is de verlichting, dus eigenlijk het hele idee van jouw eigen verstand is altijd leidend, is een beetje een vervolg van
die ontwikkelingen. Want op die vraag van wat is nou ons houvast, daar werd al vrij snel het antwoord op gevonden, ons eigen verstand. Ja, de beroemde uitspraak van René Descartes. Ik denk, dus ik ben. Ja, dus hij was typisch zo'n persoon die eigenlijk verwoordde wat er al in de lucht hing. En tegelijkertijd een zwengel eraan gaf om dat extra te gaan versterken, te benadrukken. En dat ben ik gaan zien als eigenlijk een soort overkoepelend thema in allerlei opzichten in de westerse wereld. En wat ik ook in het eerste deel probeer te laten zien, is dat dit niet zomaar een ontwikkeling is, maar dat dit een ontwikkeling op gang gebracht heeft die eigenlijk in alle vezels van het westerse cultuur en denken en eigenlijk het dagelijks leven wat daarbij hoort, daar helemaal in zit. Kun je een paar dingen noemen waar dat in zit? Ja, dus, het begint dan eigenlijk met de neiging om terug te vallen op je eigen verstand als houvast, wat positieve kant heeft. Dat betekent dat je niet zomaar van alles aanneemt. Je gaat zelf op onderzoek, je gaat nadenken en dat is op zich hartstikke goed. Het risico is dat je alles gaat afmeten aan je eigen verstand en je eigen perspectief en je eigen ervaring. Je ziet dat in de wetenschap, in grote delen van de wetenschap, dat eigenlijk het hele idee van alleen wat jij zelf kan narekenen vanuit jouw huidige perspectief, dat is acceptabel. Ja. Nou, dat heeft een enorme wissel getrokken op het hele idee van wat is wetenschap. En ook de verhouding tussen ook christelijk geloof en wetenschap. Kom ik zo nog op terug, want dat is heel actueel vandaag. Hè? Ja. De wetenschap. Nou, maar goed, ga even door. Ja, een ander voorbeeld waarin het terugkomt is het fenomeen van de snelle mening. Dus omdat je eigenlijk aangeleerd krijgt dat jij altijd terug moet vallen op wat jij zelf denkt, word je ook snel geneigd om je eigen mening te gaan vormen. Dat wordt ook van je verwacht in de cultuur. Het is ook belangrijk dat je up-to-date bent, dat je weet wat er speelt en dat je daar een mening over hebt. Dan ben je goed bezig. Ja, het heel snel vormen van een mening heeft heel veel gevolgen. Want je gaat in allerlei opzichten een idee vormen, misschien bijvoorbeeld van de mensen in jouw omgeving. En vervolgens word je niet echt gestimuleerd om nog een stukje verder te kijken van, maar klopt het eigenlijk wel, mijn eerste indruk? Dan kan je heel lang op basis van wat jij denkt, wat jouw mening is, kan je vervolgens gaan leven. En kan je dus in zekere zin ook heel veel onrecht eigenlijk. Je richt je leven in op grond van wat je zelf denkt, wat je zelf ergens over ontdekt hebt. Ja, en vooral dus heel snel. Ja. Want op zich is het vormen van je eigen mening een goede zaak. Maar het is helemaal niet zo makkelijk als dat het soms lijkt. Het is best ingewikkeld om een eigen mening te vormen. Dat is een heel proces. Ja, en het kost tijd en aandacht. Je hebt er 20 jaar over gedaan en je bent er nog niet uit. Hè? Ja. Toch? Ja, en dat komt later in het boek ook naar voren. Waarin ik eigenlijk de vraag induik van als dat zo'n belangrijke rol speelt in onze cultuur, volg je eigen verstand. Hoe gebruik ik en hoe gebruik jij dan eigenlijk je verstand? En heeft God er misschien ook nog iets over te zeggen? Want hij heeft ons gemaakt. Dus is er iets te zeggen over hoe je dat verstand dan gebruikt? En daar komen dit soort thema's eigenlijk weer terug. Van wat vindt God misschien van dat jij... Maar dan ben je al een heel stuk verder, hè? Want in feite in die verlichting ontstond toch ook iets van... mijn eigen verstand gaat wel bepalen wat God gezegd heeft. Ik bedoel, de opkomst van de zelfkritiek, maar ook het Darwinisme. Ja. Ja. Bestaat God eigenlijk wel? Zit het eigenlijk allemaal niet allemaal heel anders in elkaar? Ja. Dat is ook vanuit dat... Want als je natuurlijk een bepaald houvast kwijt bent... Ja. En je eigen verstand bepaalt het. Wie bepaalt dan wie zijn verstand het beste bepaalt wat de waarheid is? Dat klopt. Wat daar ook sterk een rol in speelde, is dat men het idee had
van wij laten eigenlijk een stuk onzekerheid en een stuk twijfelachtige tradities en wat de kerk zei, dat laten wij even achter ons. En nu gaan we met een soort schone lei proberen om, om onze ideeën te vormen, om onze conclusies te trekken. En dat heeft eigenlijk voor gezorgd dat, een van de grootste aannames in de hele verlichting was eigenlijk dat er geen aannames waren. Waardoor de meest basale ideeën, die er wel degelijk waren, ook op grote schaal over het hoofd gezien werden. En daar ontstond een soort van sfeer van, deze wetenschap is objectief. Maar als jij bijvoorbeeld je wilt baseren op je geloof of op een Bijbel, dan ben je vooringenomen. Dat is dan het grote verschil. En ben je dus niet objectief. En dat heeft voor een hele grote splitsing gezorgd, tot op de dag van vandaag. Ja, dat geldt nog steeds natuurlijk. En, en wanneer ben je dan, wat zijn de criteria om objectief te zijn in de wetenschap? In de reguliere wetenschap, dus zeg maar niet in de Bijbelwetenschappen, maar gewoon in de... Wanneer word je geacht objectief te zijn? Dat is best wel een ingewikkelde. Je hebt daar ook te maken met verschillende takken van de wetenschap. Als jij bijvoorbeeld bezig bent met fenomenen in het hier en nu, zoals natuurkundige wetten, wetmatigheden, chemie, wiskunde. Dat zijn zaken die je vrij makkelijk kan controleren. Je kan het nog een keer herhalen, iemand anders kan het ook herhalen. Je kan erover gaan rekenen, je kan het in schema's zetten. Dus daar krijg je, dat is redelijk neutraal, om het even zo te zeggen. Op het moment dat je onderwerpen gaat raken die eigenlijk buiten de directe ervaring liggen, mm-hmm. en buiten de pure wiskunde en de logica, dan sijpelen er toch wel veronderstellingen binnen. Dus als je na gaat denken over de oorsprong van het leven, of over wat een mens is, over hoe je brein werkt, over psychologische processen, dan kom je op een terrein waarin je uit moet gaan van bepaalde aannames om te kunnen denken, om hypotheses te kunnen maken. En daar wordt het wat diffuser. En ik zie dat zelf ook als een van de, eigenlijk een van de zwaktes, even heel algemeniserend gezegd, dat er te weinig transparantie is over wat denk je en waarom denk je en waar baseer je op. En dat eigenlijk nog steeds op grote schaal de indruk wordt gewekt dat als het labeltje wetenschap eraan hangt, dat het nog steeds volledig neutraal is. Waarbij natuurlijk dan ook gekeken wordt naar bepaalde wetenschap. Want als je het hebt over de wetenschap, dat suggereert ook een heleboel, alsof iedereen het bijna met elkaar eens is. Wat ook zeker niet het geval is. Nee, want wetenschappers verschillen ook van mening over uitgangspunten en over conclusies die getrokken worden. Ja. Is dat eigenlijk niet een beetje de essentie van wetenschap, dat je een uitgangspunt hebt of een conclusie of een onderzoek en dat kan dan gefalsificeerd worden of geverifieerd worden en dat blijft altijd voor onderzoek open? Ja en nee. Het is inherent aan wetenschap om vragen te stellen. En de definitie die ik hanteer voor wetenschap is dat het de sociale en systematische zoektocht is naar samenhang in gegevens. En dat kan op allerlei manieren. En het is dus inderdaad een zoektocht waarin je vragen stelt. Het is sociaal omdat je ook je best moet doen om dingen te delen met anderen. Dus je conformeert je aan bepaalde vormen, aan bepaalde terminologie, aan gebruik en procedures. Het is systematisch, omdat je, het is niet eventjes van ik heb dat even in de kroeg bedacht. Je gaat er echt langer voor zitten, je gaat dingen vergelijken met elkaar, je gaat erover in gesprek. Je bent inderdaad op zoek.
Mijn reserve zit er in dat, dat je als, ook als wetenschapper wel overtuigingen mag hebben. Dus het is niet zo dat op het moment dat je bezig gaat met een bepaald onderzoek, een bepaald vraagstuk, dat je als het ware al je eigen ideeën en overtuigingen overboord moet gooien om wetenschap te kunnen bedrijven. Dat is ook een bizar idee, want je kan alleen maar denken door uit te gaan van bepaalde aannames. Ja. En dat is op zich ook goed. En als elke dag jouw ideeën en jouw kijk op de wereld zou veranderen, dan kom je nooit een stap verder. Dan ben je je basis kwijt. Dan ben je je basis kwijt. Dus het is helemaal prima dat je, een basis hebt en dat je ergens op vertrouwt. En dat is jouw startpunt. De vraag eigenlijk van wanneer kom je op het punt dat je misschien dingen zou moeten herzien, is pas op een later moment. Dus het is niet een voorwaarde om wetenschap te gaan doen. Je mag beginnen met jouw startpunt. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is in het vraagstuk over geloof en wetenschap. Daar kunnen we het straks nog even over hebben. Op het moment dat jij dan aan de slag gaat en dan dingen tegenkomt waardoor je aan het denken wordt gezet, van hé, maar misschien doe ik mijn onderwerp beter recht als ik toch mijn idee of mijn aanname ga herzien, dan kan je daarover na gaan denken. En dan wordt dat ook van je verwacht als wetenschapper, maar eigenlijk als mens in de algemene zin eigenlijk ook. Dus er mag vertrouwen zijn, dat geeft stabiliteit en continuïteit. En ook openheid om te ontdekken. Sterker nog, ik denk dat als je vertrouwen hebt in jouw overtuigingen, dan geeft dat ook openheid. Want dan ben je niet bang dat het misschien onderuit gehaald wordt met een lastige vraag. Dus dan, ja. Als je het goed vindt, maak even een zijstapje naar nu. Hè? Ik bedoel, de afgelopen jaren hebben we natuurlijk even het woord wetenschap gehoord. We hebben in een tijd van coronacrisis geleefd. Dat lijkt nu weer even weg te ebben. Ik hoorde vanmorgen dat ze in Duitsland zich toch alweer voorbereiden op een nieuw coronaseizoen met allerlei dingen. Maar goed, even dat daar gelaten. Ja. We zijn wel heel erg geconfronteerd voortdurend met de wetenschap. Ja. In de persoon van of meneer Van Dissel of meneer Kuipers of wie dan ook. Maar de wetenschap vindt iets. Klopt. Maar dat mocht niet meer. Tenminste, in mijn idee mocht dat niet echt betwijfeld worden of aangevallen worden. Dat was. Nee. Valt dat wetenschappelijk te. Volgens jou dan even. Wetenschappelijk te verantwoorden? Wetenschap die niet betwijfeld mag worden? Nee, dat valt niet te verantwoorden. Ik denk dat het argument wordt gebruikt dat het urgent is. Dat is een heel groot argument geweest om dingen moeten snel gebeuren. Eigenlijk snel denken. Snel denken, trage democratische processen die volstaan niet om de urgente problemen het hoofd te bieden. En er moet ook een koers gekozen worden. En als iedereen daar gaat over debatteren enzovoort, dan ben je 2 jaar verder. Dat kan allemaal niet. Dus wij moeten snel handelen en een koers uitzetten. En alle risico's die dat in de weg zitten, moeten wij elimineren. Ja. Begrijpelijk, hè? Ik bedoel, als er een ramp op ons afkomt, moet er één man opstaan en die zegt, we gaan allemaal die kant uit. Nu. Ja, in elk geval in de beginfase van de crisis. Dat bedoel ik, ja. 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 Maar goed, dat is heel lang volgehouden. En dan komen er tegenkrachten. Er zijn mensen die zeggen bijvoorbeeld over die coronasituatie van het virus is minder gevaarlijk dan gedacht. Het ontwikkelen van medicijnen wordt tegengehouden. Het vaccin is eigenlijk veel. Ja. Dat moet je wel 15 jaar over doen om dat te kunnen ontwikkelen. Nou goed, er zijn allerlei wetenschappelijke ideeën over ontwikkeld. Ja. Maar er wordt wel gekozen. Ik bedoel, vanmorgen staat nog in de krant op minister Dekker. Die kiest eigenlijk voor een groepje mensen die samen gaan uitmaken wat nou ware wetenschap is. Ja. Ja. Dat vind ik eigenlijk een beetje eng. Dat klopt.
En ik heb dit idee dat een... laat ik er twee dingen over zeggen. Het optimisme van de verlichting waar we het eigenlijk net over hadden, dat de wetenschap eruit gaat komen. Omdat die overal een oplossing voor heeft. Overal een oplossing voor heeft. Dat heeft in de 20e eeuw een knauw gekregen. Omdat er gebeurde heel veel op het wereldtoneel. Uitgerekend de landen die het voortouw namen in de verlichting, Frankrijk en Duitsland, die stonden tegenover elkaar in de loopgraven. De hoge moralen die vlogen het raam uit. Er waren grote wijzigingen binnen de wetenschap, zoals de relativiteitstheorie van Einstein werd geïntroduceerd. Dus je ziet eigenlijk, zeker in de jaren 50, 60, een soort crisis. Wordt ook wel eens nihilisme genoemd. En eigenlijk vanuit het idee van we lopen helemaal vast in ons denken. Daar is al vrij snel een soort nieuwe status quo uit gekomen, waarbij toch het vertrouwen in de wetenschap gehandhaafd werd. Dat was één. En de wetenschap mocht dan ons vertellen hoe de echte wereld in elkaar zit. En daarnaast ontstond eigenlijk de individuele mening. Dus er wordt een soort scheiding van de echte wereld, de objectieve wereld, en het privédomein. En het privédomein, dat is je geloof en je gevoel, je eigen meningen over dingen die schijnbaar moeilijk te bewijzen lijken te zijn. En dat is een soort strikte scheiding geworden. En we spreken dat ook met elkaar af. Ik noem dat in het boek het individueel contract. Dus ik spreek af dat jij niks van mij vindt en dan vind ik niks van jou. Jij hebt jouw waarheid en ik de mijne. Ja, maar als het dan over waarheid gaat, uiteindelijk, we leven wel samen in dezelfde wereld. Bijvoorbeeld met bepaalde ziektes. Dus we moeten daar iets van vinden. Dus waar ga je dan op koersen? Ja, niet op individuele meningen. Maar daarvan hebben we afgesproken dat die alleen maar voor jou als individu, als privépersoon, waarde hebben. Dus je moet kijken naar de wetenschap. Want die moet het gaan vertellen. Dat maakt het. Dus er zit er ook een soort van gat. Er is een soort niemandsland geslagen tussen die twee. Waarbij je ook kruisbestuiving mist. Eigenlijk twee kanten op. Dus aan de ene kant nadenken over van hoe werken de wetenschappelijke ideeën die op dit moment dominant zijn. Hoe werken die door in eigenlijk jouw eigen privéleven. In wat je denkt en wat je doet en hoe je dingen beoordeelt. En andersom ook hoe speelt de persoonlijke rol, de eigen belangen die mensen hebben door in wetenschap. Het lijkt alsof die twee... Een kloof tussen. Alsof daar een kloof tussen zit. En dat is ook... ik denk dat er ook bijna een soort religieuze dimensie achter zit. We zijn naastig op zoek naar houvast. Dus als de wetenschap het ons niet kan vertellen, wat dan? Dan ontstaat er een soort van wanhoop. Want dan is er helemaal geen angst. En dus het kritiek hebben op wetenschappers is in deze status quo eigenlijk niet toegestaan. Want dan ga je jouw eigen mening als leek ga je dan toepassen op de expert. En de expert die moet het weten. Want we zijn afhankelijk van de experten, van de wetenschappers. Dus dan sta je, in die zin sta je al 1-0 achter, als je een maatschappelijk debat wil hebben over wat er vanuit de wetenschap komt. Dat is natuurlijk niet begonnen bij de coronacrisis, dat je daarvoor al, hè. Denk maar bijvoorbeeld aan de klimaatakkoorden in Parijs, of over het debat over schepping of evolutie, of dat soort dingen. Ja. Het probleem vind ik wel een beetje, de wetenschap, dat bestaat die dan eigenlijk wel? Want er zijn natuurlijk wetenschappers die elkaar tegen spreken. Ja. Volledig oneens zijn. Ja. En hoe wordt nu bedacht voor jou en voor mij wat we aanvaarden als de wetenschap? Ja, nou, de wetenschap bestaat niet. Ik denk dat weten, wat betekent het om iets te weten? Dat is dat je een idee hebt. En een idee hebben betekent dat je iets in een samenhang ziet. Je ziet een bepaald verband. En de wetenschap doet eigenlijk niet veel meer zonder het te bagatelliseren, want het heeft ook heel veel waarde, maar doet eigenlijk niks meer dan op een
op een gegronde manier te proberen om dingen te weten. En er zijn verschillende mensen die daarmee bezig zijn. Dat die ook verschillende ideeën kunnen hebben, dat is op zich waar. Dus wetenschap ontleent zijn waarde niet zozeer aan de uitkomst dat iedereen met elkaar eens is, al meer aan de manier waarop je dingen aanvliegt. En het is net als in elke context, in een kerk of in een bedrijfsleven of waar ook. Je hebt elkaar nodig. En er zijn ook beperkingen. Dus ja. En dat heb je binnen de wetenschap ook. Op het moment dat je dat gaat ontkennen, dan neem je al een hele grote stap. Als je daar ook nog eens daar een druk achter zet van urgentie en crisis. En je gebruikt dat eigenlijk als een morele rechtvaardiging om het openlijke debat te minimaliseren. Ja, dan loop je hele grote risico's. Want het is eigenlijk, je raakt het hart van een democratie. Een democratie is de vrijheid om met elkaar te praten. En juist als je opponenten bent van elkaar, om dan met elkaar in gesprek te zijn. Dat het kloppende hart van een democratie. Dus als je dat eruit gaat halen, is dat heel risicovol. En, wat we net zeiden, als je echt in een hele grote crisissituatie zit, dan kan je je voorstellen dat er in het begin van zo'n crisissituatie dat even toegestaan is. Alleen ik heb het idee dat dit al nu lang duurt, eigenlijk al een dikke 2 jaar, en dat het ook aangehouden wordt. Dus er zijn steeds de angst wordt aangewakkerd, ja. Mag je dat zeggen? Of in ieder geval gebruikt? De angst wordt absoluut gebruikt en aangewakkerd. En de tegenstemmen vind ik dikwijls gecensureerd. Ja. Ja, je moet op zoek gaan naar het debat, omdat dat toch wat meer naar de zijlijn gaat. Wat hier denk ik ook een rol in speelt, en dat is misschien een heel onderwerp op zich, is dat het roept ook de vragen op van hoe kan het dat als je naar heel veel media bijvoorbeeld kijkt, als je naar heel veel wetenschap, bepaalde vormen van wetenschap kijkt, dat daar toch best wel veel met één mond gesproken wordt over hoe je dit moet interpreteren wat er gebeurt. Is daar ook een verklaring voor dat er misschien in onze wereld bepaalde machtsconcentraties zijn, dat het relatief gezien heel veel in handen van heel weinig, zijn. Ik denk dat dat ook een rol speelt. Macht en geld speelt natuurlijk altijd wel een rol, hè, in dit soort situaties. Ja. En het bespelen van de angst, zo zie ik het toch wel een beetje. Dat maakt het gesprek ook lastig, want je schiet ook in de stress. Waardoor je moeilijk nog van meerdere kanten ergens naar kan gaan kijken. Het is natuurlijk wel toegegeven, met name in Duitsland, maar we hebben het ook hier gezien, dat de angst wel bewust werd aangewakkerd. In die coronacrisis heb je dat ook gezien. Er zijn filmpjes van meneer Van Ranst online, die gewoon uit België, die gewoon vertelt hoe je de mensen bang kan maken, zodat ze gaan doen wat jij wil dat ze doen. Dus die angst die wordt gebruikt. Ik weet niet of jij wel eens iets gezien hebt van professor Matthias de Smeet. Ja. En die zegt, ja, die collectieve angst, die was er natuurlijk al veel langer. Ja. Mensen waren in die tijd van die verlichting heel onzeker geworden. Want als niks meer waar is en mijn denken moet het gaan bepalen. Ja. Waar vind ik dan nog waarheid? In de Russische communistische tijd, dat was natuurlijk een totalitaire staat. Daar ging het natuurlijk uiteindelijk ook allemaal mis. Mm-hmm. Toen een van de dissidenten toen was bijvoorbeeld meneer Solzhenitsyn. Ja. En die zei, dat is een uitspraak die ik zo geweldig vind, die zei op een gegeven moment, we zijn de God van de Bijbel vergeten. Daarom overkomen ons al deze dingen. Hm. En dan komen we eigenlijk een beetje bij jouw boek terug, van hoe komen we die God van die Bijbel nou in die tijd van die verlichting weer tegen? Waar vinden we die? Mag die ook ergens een plekje hebben of mag die er weer over gaan? Ja. Want daar schrijf je eigenlijk over, hè? Ja. Heeft hij iets te zeggen? Ja. Of hebben wij alleen maar iets over hem te zeggen? Klopt. Nou, dat is eigenlijk de grote vraag. Dus ik zie een
een impasse die ik geprobeerd heb uit te tekenen, waarin God altijd voor het tribunaal van ons verstand moet verschijnen. Dat gebeurt in de wetenschap, maar het gebeurt ook op andere vlakken. Dus als het bijvoorbeeld gaat om hoe ga je om met levensvragen, dan wordt dat ook in onze cultuur sterk aangewakkerd op een manier dat God ja, mijn vragen moet gaan beantwoorden. En pas als dat gebeurd is, dan mag hij zelf misschien ook nog wat zeggen. Het heeft ook te maken met het hele idee van design your own life. Dus je plant je eigen leven. En nou ja, daar heb je allerlei ideeën over. Dat moet gegarandeerd zijn. En als dat zo is, als God dat allemaal respecteert, dan mag hij misschien ook nog wat vinden van jouw leven. Ja. Dus dat is eigenlijk op allerlei terreinen is dat eigenlijk uitgegroeid tot een soort van vastgeroeste situatie. Want op deze manier krijg je natuurlijk geen contact tot stand. Laat staan zoiets als een vriendschap. Want dat moet van twee kanten kunnen komen. Als God altijd moet wachten totdat wij klaar zijn met alles en dat al onze vragen en wensen allemaal gedaan zijn, dan komt er nooit wat van. Nee. De andere kant is, ja, God heeft ons ook ruimte gegeven als mens om na te denken, om dingen uit te zoeken, uit te proberen, om plannen te maken, om wetenschappelijke vragen te stellen, om te worstelen met hele ingewikkelde levensvragen die er zijn. Absoluut niet de bedoeling om dat in de doofpot te stoppen, want hij wil echt contact met ons hebben. Dus ja, als je dat allemaal weg gaat drukken, dan lukt dat ook niet. En hij heeft ons begiftigd met een heel mooi verstand en wil graag dat we er wat mee doen. Dus wat is het dan? De verlichting zegt eigenlijk, volg altijd je eigen verstand. En dan loopt het naar God toe al snel vast. Maar de oplossing van ja, dan moet je maar minder gaan denken. Of dan moet je maar een aantal dingen even in de ijskast zetten. Dat werkt eigenlijk ook niet. En dat roept de vraag op van wat is dan wel een goede weg vooruit? En dat is best een lastig, omdat het het raakt eigenlijk een bepaald level waar je vaak in dagelijks leven niet zomaar over nadenkt. Ik moet vaak denken aan het voorbeeld van een vis. Die vis wordt gevraagd om zijn wereld te beschrijven. Dus die begint van, nou ja, ik zie andere vissen en ik zie koraal en ik zie belletjes en ik zie een mooie zandbodem en vertelt van alles en nog wat. Maar vergeet om het water te vermelden. Want dat is zo vanzelfsprekend natuurlijk. Het water, daar woont hij in. Daar woon je in. En dat is eigenlijk ook een beetje met onze westerse cultuur, als het ware. Daar wonen wij in. Dus het is heel moeilijk om dat bij jezelf ook te onderscheiden. Omdat het is zo eigen, het zit er zo ingebakken in allerlei manieren. Dat het een klusje is om dat scherp te krijgen. In deze cultuur voelen wij ons als een vis in het water, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, we zijn er deel van. We zijn er absoluut deel van. Ja. Ja. Je kan er ook niet zomaar uitspringen. Nee. Dus waar ik naar op zoek ben gegaan, is kan je ergens teruggaan naar een bepaald kruispunt waar wij collectief misschien links afgeslagen zijn, waar we beter rechtsaf hadden kunnen gaan als het gaat om hoe we ons verstand gebruiken. En ik ben zelf tot de overtuiging gekomen dat dat zo is. En dat daar ook vanuit de Bijbel, Gods woord, heel veel over te zeggen is eigenlijk. Heel veel positieve dingen te ontdekken. Vertel, waar zijn we verkeerd afgeslagen? Welke verkeerde afslag hebben we genomen? Of afslag hun? Het is de afslag dat het verstand, dat we ons verstand zijn gaan gebruiken om absolute zekerheid en controle te krijgen. Dat kwam ook eigenlijk vanuit dat verhaal van de Renaissance, de onzekerheid. Dat was niet puur intellectuele onzekerheid. Dat had ook te maken met
ja, levensvragen, oriëntatie, wat is waar, waarom ben ik hier, dat soort. Dus het was een onzekerheid die ook wel diep ging bij mensen. Ook in die tijd had je ook al veel sepsis. Dat is er is niks nieuws onder zon. En dat verstand is eigenlijk aangegrepen om controle te krijgen over het leven. Om het helemaal te begrijpen, om het te doorgronden. Om technieken te ontwikkelen, om daar dingen mee te doen. Om ook je eigen plek daarin te vinden. En die beweging is nog steeds aan het doorgaan. Die groeit naar een climax. Die groeit naar een climax toe. Dus de hele belofte eigenlijk van die vormen van wetenschap en techniek, die zijn volop in ontwikkeling. Maar die hebben hele diepe wortels. Dus die komen eigenlijk al daar vandaan. Die krijgen steeds meer technische ondergrond, hè? De Internet of Things en hoe noem je dat? De mens die gecombineerd worden eigenlijk met digitale technieken. Ja. Iemand die zelfs zegt, we are going to do it better than God. Wij zullen maken dat die mens in feite onsterfelijk wordt. Ja. Dat zie je letterlijk gebeuren nu. Dat zie je letterlijk gebeuren. En dat bewijst voor veel mensen ook het succes van het verhaal. Moet je kijken wat er allemaal mogelijk is. Ja. Ik denk dan ook van, moet je kijken hoeveel potentie er in Gods schepping zit. Ja. Fantastisch mooi. Het is wel even de vraag, hoe ga je ermee om? Hoe ga je dat gebruiken? Maar dat is een morele vraag. En dat is iets heel anders. Want de wetenschap kan beschrijven. Dus je kan beschrijven wat er gebeurt. Je kan een samenhang aanwijzen, een patroon. Maar of dat goed is, dat is een heel andere vraag. De wetenschap heeft eigenlijk, vind ik altijd, geen mening over goed en kwaad. Dat kan eigenlijk niet. Nee. Dus, en dan kom ik even op dat kruispunt zo terug. Ja? De hele morele dimensie, zeg maar, onder de huidige ontwikkelingen en het transhumanisme waar je ook op duidt. Ja, het woord was ik even kwijt, maar... Dat wordt gegeven door de evolutiegedachte. Dat is het fundament, voor zover je het een fundament kan noemen, van de hele seculiere beschouwing. Ja, en binnen dat kader staat niet vast wat een mens is. Want ja, je hobbelt van het een naar het ander. Je ontwikkelt gewoon door. Dus de deur staat in principe open om de mensheid door te ontwikkelen. Er moeten natuurlijk nog wat juridische kaders aangepast worden. En het moet allemaal een beetje... Het moet een beetje stap voor stap gaan. Maar in principe is er geen enkel probleem. Vanuit de Bijbel kijk je er heel anders naar. God heeft de wereld op een bepaalde manier bedacht en gemaakt. Ook mensen. Dus dan heeft het zin om daarover na te denken van, is dit eigenlijk nog wel menselijk? En ondersteunt dit eigenlijk nog wel het goede en het rechtvaardige? Maar je ziet ook dat het controleren van het leven door middel van je verstand ook zijn beperkingen heeft. Dus uiteindelijk ook deze vormen van wetenschap waar we het over hebben, die raakt een aantal dingen, maar ook heel veel elementen van het leven, kan het eigenlijk niet oplossen. Bepaalde zingevingsachtige dingen. Dan ben je misschien dan straks transhumaan geworden, maar heb je dan vrede? Ja. Nou, nee. Dus het lost niet alle dingen op. Je ziet ook op persoonlijk vlak, proberen je eigen leven te plannen en te controleren, levert heel veel mensen gigantisch veel stress op. Ook heel veel keuzestress, ja. Want je moet het allemaal goed doen in 80 jaar. Ja, in 80 jaar, sommige mensen hebben dan weer een andere, denk ik, zeg het even een beetje ondeugend hoor, maar religie hebben wij bedacht dat we in ieder geval ook voor de komende duizenden jaren moeten zorgen door het klimaat te redden. Hè? We moeten deze aarde, moeder aarde, redden. Ja. Dat is ook een soort religie natuurlijk geworden, waar we heel veel aan offeren. Ja, dat klopt. Dat is absoluut waar. En ik denk dat er ook heel erg op ingespeeld wordt. Op eigenlijk het sentiment om dat te doen. Als ik even terug ga naar dat kruispunt. Ja. Waar dus eigenlijk je verstand ingezet wordt om te controleren. En om macht te hebben eigenlijk. Daarvan zeg ik van nee. Als ik terug ga naar de Bijbel. Dan zie ik daar als een rode draad door het hele verhaal waar God mee bezig is, het grote gebod van de liefde.
En God is een hele grote gemeenschap van mensen aan het vormen. Dat was de allereerste opdracht, vermenigvuldig je. En aan het eind van de rit zie je een enorme menigte mensen uit alle stammen en talen en natieën. En in de loop van de hele wereldgeschiedenis is God die familie eigenlijk aan het vormen en aan het verzamelen. En de rode draad daarin, het karakter als het ware van die gemeenschap, dat wordt beschreven met de 10 geboden. En de 10 geboden eigenlijk nog meer samengevat in het gebod van de liefde. En het is heel opmerkelijk dat Jezus zegt, heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand en je naaste als jezelf. Dus wat is dat, liefhebben met je verstand? En is dat misschien een clue voor hoe het bedoeld is? Dan zitten we al bijna aan het eind van je boek, hè? Want, dan zitten we al een aardig eindje. Ja, ja. Vertel, want dat vond ik een heel mooi stukje, maar leg jij uit wat je daar als clue gevonden hebt. Ja, op het moment dat je gaat kijken van, stel nou dat zo is, dat ons verstand gemaakt is om lief te hebben, dan is eigenlijk een interessante vraag van, hoe ver gaat dat? Ja, want je kan zeggen, liefhebben met je verstand gaat over dat je goede dingen denkt, dat je vriendelijke ideeën hebt en dat je aardig bent. Dat is liefhebben met je verstand. Maar zou het ook nog een stap verder kunnen gaan, dat als God ons eigenlijk zo in elkaar gezet heeft als mensen, dat wij floreren in een verbond van liefde, dat het ook zo is dat als je dus je verstand aanstuurt vanuit liefde, dat die ook het beste werkt. En dat leek mij heel logisch. Dus dat heeft mij eigenlijk op onderzoek uitgestuurd van is dat ook zo? Ja. En, hoe heb je dat onderzocht? Door heel veel losvast ideeën te verzamelen. Uiteraard heb ik ook het nodige geleerd van deze en gene, dan wel niet uit boeken, dan in gesprekken. Persoonlijke gesprekken. Ja. En zelf heel veel nadenken, honderden of misschien wel duizenden uren gewoon piekeren, het raam uitstaren, op je intuïtie koersen van, zou het kunnen dat hier een aanknopingspunt zit, maar wat moet ik hier dan mee en wat moet ik daar dan mee? En dan nog een keer op zijn kop gooien en dan weer de prullenmand in en dan nog een keer. Dus het is eindeloos proberen te denken en te denken. En dit was ook een punt waar ik zelf nog eigenlijk geen voorbeeld van ben tegengekomen. Van iemand die dat op zo'n soortgelijke manier uitgewerkt had. Nee. Dus het was best wel een onbegaand. Het was een ontdekking. Ja. Waarvan ik wel dus het vertrouwen had van het moet eigenlijk wel zo zijn. En ik dus gaandeweg begon eigenlijk uit de nevel van al die ideeën die ik daar dan over had, begon een soort plaatje te ontstaan van, volgens mij moet ik het deze kant op zoeken. En als ik het heel in het kort samenvat, dan beschrijf ik dat ons verstand een wiskundig karakter heeft. Het is eigenlijk een instrument om relaties te leggen. En in de wiskunde doe je dat op een zuivere manier. Dus je doet het eigenlijk even los van het echte leven, kan je allerlei relaties leggen in je gedachtes. Dat is eigenlijk het instrument wat je ook later, als je over allerlei andere dingen na gaat denken, ook gaat gebruiken. Wat opvalt in die wiskunde is dat eigenlijk de betekenis van dingen ook pas dat je die op het spoor komt op het moment dat je relaties gaat leggen. En ik gebruik daar eigenlijk een heel simpel voorbeeld van 2 plus 2 is 4. En dat deel ik op in een aantal stapjes om eigenlijk te laten zien van en 2 op zichzelf, ja, wat is dat? Is dat goed of weinig, veel? Of pas als je er een getal naast gaat zetten, bijvoorbeeld plus 2, dan ontstaat er een relatie en ontstaat er ook een vraag.
Een relatie tussen twee tweeën. Ja, ja. En dat resulteert in een onbekende. Ja. En dat staat is, puntje, puntje, puntje. Ja. En natuurlijk, omdat het een hele makkelijke som is, kan je dat snel invullen. Maar als je even op de slow motion knop drukt, is dat eigenlijk een stap in het proces. Je creëert eigenlijk een onbekende. En dat doe je dus ook als je vragen stelt van hoe laat zal ik vertrekken? Dan heb je ook, je bent zelf het onderwerp. Je gaat een relatie leggen met van, jij gaat iets doen, je gaat vertrekken. En dat leeft de onbekende. Dus er is een bepaald tijdstip, maar je weet nog niet welke. En daar gaat je verstand dus eigenlijk mee aan de slag. Die gaat op zoek naar een tijdstip. In het voorbeeld, in de wiskunde ga je op zoek naar een getal. En daar heeft het bepaalde trucjes voor. Je kan het deduceren, je kan eigenlijk van onderaf naar samenhangen op zoek gaan. Tot uiteindelijk je bij een antwoord komt. In het voorbeeld is dat een 4. En het interessante in de wiskunde is dat je het is gelijkteken hebt. Dat wordt altijd in elke formule gebruikt, waarbij je dus twee dingen gelijk stelt aan elkaar. Dus je zegt 2 plus 2 is 4. Maar je kan ook andersom zeggen 4 is gelijk aan 2. Plus 2. En eigenlijk best wel apart. Waarom doe je dat eigenlijk? Ja. Waarom ga je elke keer twee dingen aan elkaar gelijk stellen? In het boek doe ik het wat meer in detail. Ik doe even de korte versie. Dat je dus op het moment dat je dus op zoek bent gegaan naar die onbekende, dat je hem gevonden hebt, dat je die als het ware, dat je dan iets gelijk gaat stellen. En doordat je dat doet, ga je een onderwerp eigenlijk integreren ergens op een bepaald koppelpunt van wat jij weet. Je neemt het op in het geheel van wat jij kent aan relaties en dingen. En op die manier ontstaat een idee. Een idee is dat je dus iets in een bepaalde samenhang dan kan gaan zien. En dat is dan vervolgens je nieuwe uitgangspunt. En wat speelt de liefde daar nou voor rol in? De liefde is dat je ziet dat eigenlijk dat proces om een nieuw idee te vormen, werkt alleen op het moment dat je één vraag stelt. Of dat in de wiskunde, dat je één vergelijking oplost. Want als je drie verschillende vergelijkingen tegelijkertijd oplost, dan werkt niet. Want dan weet je verstand niet waar die naar moet gaan zoeken. Dus als ik aan jou vraag van hoe laat vertrek je, wat wil je op je brood en hoeveel kinderen heb je? Ja, dan zijn er drie vragen. Dus dan zeg je, waar ga ik eerst over nadenken? Waar ga ik het eerst antwoord op geven? Ja. Dus het functioneert pas op het moment dat jij kiest om één vraag af te bewandelen. Je concentreert je op één ding. En die focus heeft dan met liefde te maken? Die focus heeft met liefde te maken om twee dingen. Ten eerste, je zou liefde eigenlijk kunnen karakteriseren met twee dingen. Ten eerste, het is de intentie om recht te doen. Iemand recht te doen of iets recht te doen. En de tweede is dat je ook bereid bent om daar kosten voor te maken. Het is niet alleen maar een intentie. Je wilt er ook echt iets voor. Je hebt er wat voor over. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdmoten van liefde. En daarom dat bijvoorbeeld in de Bijbel ook gezegd wordt dat in het levend offer van Jezus de liefde van God zichtbaar wordt. Want God wil ons eigenlijk redden. Hij wil ons in die zin een nieuw bestaansrecht geven, recht doen. En hij heeft daar heel erg veel voor over. Dus dat is de ultieme vorm van liefde. Eigenlijk zie je in een denkproces, zie je dat dus ook. Want op het moment dat jij gaat nadenken, moet je dus een keuze maken dat jij over één ding tegelijk na gaat denken. Alleen dan functioneert het. Dat betekent dat je dus eigenlijk de tijd die je dan besteedt, kan je niet ook aan iets anders besteden. Je moet kiezen. Dus je maakt in die zin bepaalde kosten van hier geef ik mijn aandacht aan, hier besteed ik mijn tijd aan en niet aan die 100 andere dingen. Dus je maakt kosten. En door dat te doen, krijg je een nieuw idee, een nieuw zicht op iets. En dat is een manier om iets recht te doen. Dus in plaats van ik plak heel snel ergens een mening op. Nee, ik ga er even over nadenken. En op het moment dat ik erover nadenk, dan krijg ik een nieuw perspectief erop. Of ik ontdek iets nieuws. Doe ik het dus recht. Dat is liefhebben. Maar om dat te doen moet ik dus ook kosten maken. Ik moet ook commitment hebben om dat te kunnen doen.
En zo werkt ons verstand dus. Het werkt optimaal als je onverdeelde aandacht hebt. Kan ik dat vergelijken met bijvoorbeeld Peter plus Agnes is huwelijk? Zeg maar. Ja, en daarmee maak je ook kosten, want ieder ander dan Agnes is niet meer in beeld. Ja. Dus je hebt ervoor gekozen om je aan één persoon te binden. Ja. En samen maak je zo'n huwelijk. En ja. dat bestaat uit liefde en trouw. Ja. En die trouw, dat kost natuurlijk wat. Absoluut. Dus en zo heb je ook God lief met je verstand. Je kiest echt voor hem. Ja. En hij is dan de enige. Hij is dan de enige. En je kan dus ook dan... dus je kan in algemene zin zeggen... je kan lief hebben met je verstand. Hè, want het is zo, daar is het eigenlijk voor bedoeld. Dus in alle dingen werkt dit het best. Als je dus over één ding tegelijk nadenkt. Maar ook naar God toe. Betekent dat als je de tijd neemt om voor jezelf daarover na te denken. Van wie is God? Op wat voor manier volg ik hem? Wat is hij misschien aan het doen in het leven van mij of van mensen om me heen? Wil hij me misschien iets duidelijk maken? Door daar tijd voor te nemen, om daarover na te denken, schep je ook de ruimte, ook voor Gods geest, om jouw gedachten te vormen en te vernieuwen. En om jou op een bepaald spoor misschien te zetten of bepaalde vragen in jou naar boven te roepen. En dat wordt natuurlijk interessant, want dan ontstaat er een bepaalde interactie. Ja, Peter in afhankelijkheid van God is en dan komt er iets uit. Ja. En dat is eigenlijk de liefde tot God, want als je je afhankelijk stelt van hem, dan is die relatie er vanuit je verstand en dan komt een oplossing. Ja, uit. Ja. En het is, het wordt ook in het grote gebod als een geheel gepresenteerd. Hè? Dus ja. Dat je een liefhebber kun je ook niet half doen. Nee. Dus met liefhebber ben je altijd met je hele persoon bij betrokken. Met je gehele hart, met je gehele ziel, met je gehele verstand. Precies. Hè? Staat er dan ook. Ja. Ja. Het is wel heel grappig dat we zo aan het eind hier terugkomen, maar eigenlijk bij het begin van de filosofie. Want een van de eerste filosofen was natuurlijk Pythagoras. Ja. Hè, die wordt over het algemeen gezien als de eerste filosoof. De meesten kennen hem van de stelling van Pythagoras, maar ja. Eigenlijk begon hij ook met dat soort dingen natuurlijk. Hè? Dat de wereld wiskundig in elkaar zit en dat je daarmee de wereld kon beschrijven. Ja. 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 En dat komt zomaar bij me op hoor nu. Maar. Ja, en de grap vind ik zelf wel, dat wiskunde klinkt best wel abstract. Hè? Veel mensen vinden het een vervelend schoolvak of ingewikkeld en zo, maar eigenlijk... is het ook iets heel moois. Dat God is zelf ook een God van rechte relaties. Ja. En dat zie je dus ook in de structuur van ons verstand zelfs terug. En daardoor kunnen wij ons verstand ook gebruiken om zijn wereld te leren begrijpen. Mooi. Ja. Nou, zo moeten we ons verstand ook zeker de komende tijd gebruiken. En ik hoop dat dat opnieuw gaat gebeuren. Dat sommige mensen weer bij zinnen komen, zoals we dat zeggen. Ja. We moeten naar elkaar gaan luisteren, leren luisteren, maar het belangrijkste denk ik toch is God liefhebben met heel ons hart, met heel ons ziel, heel ons verstand, boven alles en onze naasten als onszelf. Ik wil dat vooral toch ook aan mensen meegeven in kerken en in de maatschappij. Die verdeeldheid die we hebben geschapen, die is alleen maar op te lossen in liefde. Uiteindelijk is liefde het antwoord en ik kan dan toch niet nalaten om te zeggen dat de Bijbel zelf zegt dat God uiteindelijk liefde is. Dat is niet een zweverig geheel, maar dat is een concrete actie van God naar ons door Jezus Christus. En ook van ons naar God door hem als leidraad in ons leven te erkennen. En dan is er weer vriendschap met God in de westerse wereld. Dan hoeven we ons verstand niet achter te laten, niet thuis te laten. Nee. Dat vind ik het belangrijkste wat jouw boek duidelijk maakt. Gebruik alsjeblieft je verstand, maar gebruik het zoals God dat heeft bedoeld. Ja. Ja. Peter, dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Ik hoop dat mensen ervan genoten hebben. Ik hoop dat u het weer een mooi gesprek vond. En als u dat vindt, like het eventjes onder de video. Abonneer u op het kanaal. Mochten er vragen zijn, die kunt u natuurlijk altijd bij Peter kwijt. Als u op zijn website gaat kijken. We zullen een linkje op mijn website plaatsen naar de website van Peter. U kunt altijd rechtstreeks aan hem vragen. U mag ook naar mij mailen. Dan zorg ik wel dat het bij Peter terechtkomt. Of vragen stellen onder het YouTube-verhaal wat op YouTube verschijnt. Ik dank jullie weer heel hartelijk voor je geduld en voor het kijken. En tot de volgende keer.